De Surinaams-Nederlandse regisseur Pim de la Parra is gisteren gecremeerd. Gezien zijn geloofsnormen is gekozen voor een niet-traditionele uitvaartdienst geleid door zijn schoonzoon. De veelzijdige de la Parra werd geprezen als trendsetter en stepping stone voor de komende generatie in de filmproductiewereld. Het leven stopt niet wanneer je dood bent, maar wanneer de laatste persoon over je praat. Een persoonlijke levensspreuk van Pim. Collega-filmmaker Inso Radstake prees zijn bijdrage en inspiratie voor de filmwereld. Ik was net 26 toen we elkaar ontmoetten en had pas één film gemaakt op dat moment. En hij opende een wereld voor mij, een poort naar het verleden, maar in alles verbonden met het heden. Een andere manier van kijken, een andere manier van denken. En hij gaf en stuurde mij boeken, films, muziek, gedichten, oreerde over man-vrouw verhoudingen, de liefde. En bracht een oneindige stroom van inspiratie in woord, gebaar en gevoel. En de afgelopen dagen ging ik door mijn aantekeningen van de meer dan 100 uur aan opnames met Pim. En natuurlijk ook het bekijken hiervan. En ik moet zeggen, dat heeft mij ontzettend goed gedaan. De nalatenschap van de la Parra zal blijven voortbestaan. De komende periode zal Wang People, de film waar hij de regisseur was, worden vertoond in TBL. Na kortstondig ziekbed overleed de la Parra op vrijdag 6 september op 84-jarige leeftijd in het Academisch Ziekenhuis.